Goedenavond. De Tweede Kamer wil af van de hoge salarissen voor bestuurders van thuiszorginstellingen. Een meerderheid wil dat in de wet een maximumsalaris wordt vastgelegd, net zoals bijvoorbeeld in het onderwijs. Uit onderzoek van de SP blijkt dat 4 van de 10 thuiszorgbestuurders veel meer verdienen dan de premier. De SP wil dat de vergunning van een thuiszorgorganisatie wordt ingetrokken als die niets doet aan de topsalaris van zijn bestuurders. Maar staatssecretaris Bussemaker denkt dat dit averechts gaat werken. Het betekent dan dat ze van de ene op de andere dag niet meer mogen bestaan. En dat dus ook bewoners daar van de ene op de andere dag de instelling moeten verlaten. En de medewerkers van de ene op de andere dag ontslagen worden. Dus het gaat mij om de vraag of dat nou de beste manier is om dit probleem aan te pakken. Maar ik wil het probleem absoluut aanpakken. Een Kamermeerderheid wil niet wachten op vrijwillige afspraken met de thuiszorg. Dat geldt niet alleen voor de oppositie, maar ook voor regeringspartij CDA. We zien helaas nog steeds toenemende fusies en ook steeds hoger wordende salarissen in de thuiszorg. En dat betekent dat de overheid, zowel waar het gaat om fusies, maar ook waar het gaat om de salarissen, ook duidelijke grenzen moet stellen. De hoge beloningen van bestuurders staan in schril contrast met de betalingen van het personeel in de thuiszorg. Veel van de 200.000 huishoudelijke hulpen zagen hun salaris de afgelopen jaren met zo'n 20% naar beneden gaan. Een uurloon van 9 euro is geen uitzondering meer. De balken en de norm is een salaris van 186.000 euro per jaar. Volgens het onderzoek van de SP heeft 40% van de thuiszorgbestuurders een hoger inkomen. De branchevereniging van de thuiszorg wil nog niet reageren.